Ja, iedereen is druk aan het praten over lees ik vaak, Guidetti. Dat zou dan de nieuwe spits moeten zijn, ook bij Feyenoord. Nee. Vergeet die Guidetti nou. Guidetti wordt nooit meer de oude Guidetti. En gewoon weg. Niks Guidetti. Boni, jongens. Wilfred Boni. Ja, dat is de man. Dat lijkt mij de man voor Feyenoord. Die zit nu ergens in Frankrijk bij Le Havre. In de tweede Franse onderbond, weet ik van wat. En die is al zo vrij en die weet ook bij God niet wat hij moet doen. Die is pas 31. En ik ga je een verhaaltje vertellen over Boni. Waarom ik denk dat Feyenoord Boni moet hebben. Die Boni heb ik een keer gezien. En wat deed die Boni? Die zag ik 2 uur voor de wedstrijd. En die liep in een verlaten stadion. Stond daar Wilfred Boni. En die liep eerst even door het strafschopgebied heen en weer. Zo. Liep die gewoon heen en weer. Boni. Zo. En daarna liep die het doel in. En ging hij van paal tot paal. Liep die gewoon zo. Heen en weer. Van paal tot paal. En af en toe even kijken naar de lat. En dan zo met zijn hand. En met zijn handen ging hij zo langs het net. Ging hij het net even voelen. Dat deed die Boni allemaal. En dat heb ik nog nooit gezien. Van een prof. Die zo zich aan het voorbereiden was. Zo intens bezig was. Met de wedstrijd die kwam. En dat deed Boni. En sindsdien heb ik Boni in mijn hart gesloten. Ja, Wilfred Boni. Los daarvan. Het is zo'n gozer. Het is zo'n peer. Het is een enorme goede prof. En ik denk alleen maar. Die zou echt bij Feyenoord passen. Boni.